Zaterdagmiddag 26 februari Terlede tegen DVS 33. Aftrap genomen en zoals altijd een lange bal. En nu Terlede met de inworp. Bal gelijk diep weggelegd. Evre. Quincy Veenhoff. Voordeel, zegt scheids. Elblak naar Veenhoff. Ruimte aan de andere kant, maar geeft hem aan Stef Nijland. Stef Nijland handig door de benen heen. Met de ver voor... om op goal af te ronden. En is die bal in het bezit nu van doelman Daan Prins. Opening. Eigenlijk een strakke bal van Stef Nijland. Was denk ik iets anders bedoeld. De tegenaanval nu. Het is Bekooi. Moet vloedgraven in de mandekking. Dus komt dit eerste schotkans. Ja, dit is een beetje te veel ruimte gegeven. Het is een snelle tegenaanval. Het was uiteindelijk Bart van der Weijden via Daan Huiskamp. Met de eerste kans van de wedstrijd voor Terlede. De 11e minuut. Best wat fysiek in de ploeg bij Terlede. Dus opletten voor DVS. Korte corner. Bal bij de tweede paal. Die valt zomaar binnen. Of het bewust is of niet, maakt niet uit. Het is een 1-0 voor Terlede. En het was volgens mij Mike van den Steenhoven, nummer 15. Opening van nummer 14. Dat is Glim. In de hoek. Bloemendaal. Achter de verdediging is dat te belopen door Bekooi. Die legt hem in de 5 meter. Oeh, en dat met hangen en wurgen blijft die bal, komt die bal in het bezit van Daan Huiskamp. DVS goed gewaarschuwd in de openingsfase. Een goal en twee gevaarlijke momenten. Het is ook een matige bal. In de handen van Daan Huiskamp. Strakke bal. Van Vloedgraven. Dit is ook keurig gespeeld door Stef Nijland. El Ablak met de eerste doelpoging. Gaat een paar meter naast. Lars Dekker, dit is een goede bal naar Quincy Veenhoff. Aanname, moet gaan afwerken. Metertje naast. Vloedgraven werkt hem weg. Pinacci is samen bal weggewerkt. Kan DVS hier in de omschakeling afstraffen? Het is Veenhoff. Hij had daar wat meer uit kunnen halen. Daan Huiskamp, opletten. Komt die bal aan. En die komt in eerste instantie wel aan, maar in tweede instantie niet. Hoekstra met de voorzet. Dat was bijna Bekooi die gevaarlijk kon worden. Goeie bal op Stef Nijland. Kapt hem uit. Veenhoff. Bal. Ja, hij heeft hem nog. Stef Nijland. Richting Lars Dekker met wat tijd. Kan opendraaien. Nu handelen. Over de andere kant. Daar staat El Ablak. Die kan 1 tegen 1 samen met Fink Luiver. 1 man voorbij. Wil gaan schieten, denk ik. Er is nu ruimte voor. Raakt hem ook prima. Een goede actie van Nassim El Ablak. Van der Weijden. Bal naar Haarman. Thijs Haarman nu. Voor de goal staat Lars Dekker. Samen met Fink Luiver lost hij het op. En nu is Hoekstra in ieder geval uit positie. Steefjes, nu toch al wat middenvelders eroverheen. Goede bal van Nassim El Ablak. Zet Quincy Veenhoff 1 tegen 1. En die maakt het af. Keurig. 1-1 hier in Terlede. Jeremy Jonker die op zich een prima wedstrijd voetbalt in de eerste helft. Een aantal goede intercepties. Dit is ook een goede voorzet. Vals daar. Bal blijft liggen. Afronden. Oei. Zonde. Goed afgewerkt van Nassim El Ablak via de bovenkant van de lat. Terwijl het nog een minuut of 5 is. Ruimte voor Hoekstra. Nou,
Zijn aanname was goed en het was ook heel goed van Huiskamp die snel zijn goal uitkwam. Bloemendaal naar Bart van der Weijden via Vinkluiver. Ruimte voor El Ablak. Als hij snel handelt, kan DVS nog een keer omschakelen. Dat lukt. Nijland. Ruimte ook voor Veenhoff om hem op te gaan zoeken. 1 tegen 1. Goeie loopactie. Ah, dat was goed hoor. Stef Nijland. Even beweging weg van de verdediger en toen weer in de bal. Kreeg hem ook keurig aangespeeld. Ingevallen tweede helft in plaats van Falstar is het Kenneth Anicora. Hier met zijn eerste balbezit. Goed hardschot van Quincy Veenhoff. Van de Steenhoven. Terug naar Darazzi. Op zich prima voorzet. Knap geschoten, maar... dit is naast, denk ik. Vrij raam, ruim naast ook, van Anincora. Gelijk door naar Roemion, eerste actie. Veenhoff raakt niet helemaal goed. Steekbal, ja, op Prior. Gaat voorbij aan, Daan Huiskamp. Trekt hem duidelijk onderuit. Dat was... Ik denk dat er maar één straf op kan staan. Daan Huiskamp aan de noodrem moest trekken. Kwam uit zijn goal en besloot toch om weer terug te gaan. Maar het was Prior die heel snel was. Voor DVS wel gelukkig niet zo snel dat hij in de 16 was. Bal werd er buiten gelegd. Oei, metertje. Misschien iets meer dan dat. Toch niet, het was niet Arroyo. Het was de linksback van Terlede. Of de linkermiddenvelder, Darazzi. Maar in tweede instantie, nu dan Anicora. Sterk, lichaam erin. Eén man voorbij. Kijken of hij Roemion rustig kan aanspelen. Dat lukt. Ben je met Roemion met links? Te ver doorgezet. Jammer, dat... Eén stapje nodig nog om met links te schieten. En net dat stapje werd een blok gezet. Corner voor DVS. Bekooi kan die daarbij. Waterberg wat te ver uit zijn goal. Voorbij aan Waterberg. En maakte 2-1 voor Terlede. Bekooi met de ruimte. En nu is Prior. Ja, die moet gaan afmaken. En die maakt het af. Bekooi met de ruimte om Prior te vinden. En Terlede gaat hij winnen van DVS. En gaat in de stand over DVS heen. Dat heeft DVS... als we heel eerlijk... kijken, toch ook wel een beetje aan zichzelf te wijten. Genoeg mogelijkheden gehad, maar mogelijkheden omzetten naar doelpunten, daar hebben we wel wat moeite mee.